ze genoten. Ze gaan allemaal gebroedelijk naast elkaar staan. En wat mooi is, muzikant zijn ben je met elkaar. Er spelen bandjes hier in de Rechhof en zij staan achter te wachten op de prijsuitreiking. En spontaan wordt er meerstemmig door dit prachtige koor meegezongen. De armen om elkaar heen geeft aan dat meedoen aan Hoftalenten ook broeder- en zusterliefde is. En dat is mooi om te zien en mooi om te horen, want je hebt elkaar ook in de toekomst, ga er maar vanuit, allemaal nodig. Zometeen gaan we duidelijk maken, en dat gaan dus iedereen zelf doen, wie de nummer 3 en nummer 2 is. Daarna gaan we bekendmaken wie de publieksprijs gewonnen heeft, ook niet onbelangrijk. En daarna dus de bekendmaker van het Hoftalent 2012. We gaan jullie niet langer in spanning laten, de nummer 3. Lynn Takkaert gaat duidelijk maken. Wie is de nummer 3 van Hoftalenten 2012? De nummer 3 van deze avond is Ellen Verdriet. Ellen Verdriet. Ellen, kom maar bij. Neem je prijs in de hand. Dan kom ik altijd met de grootste cliché-vraag. Waar gaat het door je heen? Ik had het niet verwacht. Nee, jij verwacht dat je zou winnen? Nee, ik was gewoon leuk. Nou, je bent de nummer 3, dames en heren, uit Goorl. Ellen Verdriet. Dan is het aan Dino Devering om bekend te maken wie de nummer 2 is geworden van Hoftalenten 2012. Kijk die gespannen kopjes. Kijk ze eens achterom kijken. Staat hij of zij er al? Dinant, jij bent de enige die het weet. De nummer 2 van Hoftalenten 2012 is stoer en dynamiek Rachel Edelman. Rachel Edelman. Ja, Rachel, je bent nou. Geweldig voor een check, het zijn geen grote checks, maar het smaakt alweer naar meer. Ja, ik heb begrepen, en dat weet ik, dat jij van de feestjouw, dus dat ben je zo over. Rachel, tweede dames en heren. We zijn op twee prijzen. De publieksprijs. De publieksprijs moet ook bekend worden gemaakt. Wie gaat dat doen? Even overleggen. Oh, er komt een prijs bij. De publieksprijs, misschien wel de mooiste prijs om te winnen van Hoftalenten 2012. Lynn, die publieksprijs gaat naar. Wederom naar Rachel. Dat zijn twee prijzen in twee minuten. Niet te geloven. Het is de eerste keer dat ik meedoe, maar ik ga meteen al twee prijzen winnen. Dat zit gewoon. Ja, dat is de dame van de boek. Geweldig. Rachel Edelman. Madame. Hoftalent 2012. Wie zou het zijn? Even wat vragen. Wint niet alleen de prijs van het vorige Hoftalent Mark Hakkers. Wint niet alleen die 75 euro. Maar wint ook, aangeboden door de nieuwe Major Pound Shop aan de Grote Straat in Goor. Major Pound and Music Shop. Een eigen liedje en een videoclip. Dan doen. Femke, het is aan jou. Het Hoftalent van het jaar 2012 is. Ja, ik ben extra trots. Yvette Wendy. Yvette Wendy uit Delden. Houd je vast, want we moeten wat doen. De prijs van de wethouder. Ah, die kussen doen, de kussen geven we hier.
ik vind het heel leuk. We hebben echt optreden bij de initiatiefreceptie, dus dat is een heel ander publiek dan hier. Dus van harte gefeliciteerd. Ik krijg je ook wel hoor. Absoluut. Hey, Jan Prijs. Super. En de prijs van jou gelijk? Ja, die prijs is van Max, dus kijk eens even wat er is. Want zo hoor je met elkaar om te gaan. Je gunt elkaar het beste als artiest, maar je moet het met elkaar doen. En dus is het prachtig dat Mats. En wat heeft Mats gedaan? Mats heeft een briefje geschreven, dames en heren. En dat mag jij voor gaan lezen, hè? Hey Nieuwhoftalent, van harte gefeliciteerd. Ik heb je niet kunnen zien, maar zodra ik terug ben van vakantie, ga ik het op YouTube opzoeken. Nou, iedereen kan het op YouTube wel kijken. Ook van mijn kant een klein gaatje. We hopen met zijn allen... Kopen. We kopen, sorry, met z'n allen nog maar veel te weinig cd's. Dus bestel met deze bol.com een mooie, een nieuwe cd van je favoriete artiest. Zodat je ook in de toekomst nog zijn of haar nummers kan zingen. Maar nu eerst de overwinning vieren. Pas geleden, Frank Harts. En voordat het winnende nummer nog een keer tegen horen zal worden gebracht door Yvette Wildering, het Hoftalent van 2012. Nog één applaus voor de wethouder Pieter van Zwanenburg, de deskundige jury en alle andere Hoftalenten. Zeg het nog één keer, Yvette Wildering, jij gaat zingen. Serieus, hier is ze, Yvette Wildering, Hoftalent 2012. Oh,
talent van 2012. En daar mag ze dus een jaar van genieten. Ze gaan een videoclip maken, ze gaan een geluidsopname maken, ze gaan een eigen liedje maken. Je gaat een bijzonder jaar tegemoet, Yvette. Ik zou vooral zeggen, geniet ervan. Komt goed, dankjewel. Super. Allemaal bedankt trouwens en ook de jury natuurlijk. Super, dankjewel. Wauw, hoftalentje. Ik ga je direct even zoenen. Is goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wauw, ja, wat een rare vraag, hè, misschien. Wat gaat er nu door je heen? Maar dat vraag ik jou ook gewoon weer. Mag hoor. Ik had het absoluut niet verwacht. Ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan. Ik heb lekker gezongen. En misschien heeft dat de doorslag gegeven. Ik heb mijn verhaal verteld. Ik heb lekker gezongen, lekker opgetreden. En het was gewoon superleuk om het weer te doen. Heb je de nummer ook wel vaker gezongen? Of was dit voor jou de eerste keer ook voor zo'n groot publiek ook meteen? Ik heb wel vaker opgetreden en dit nummer ook een aantal keer in Hengelo gezongen. Maar dit keer was alleen met piano met Niels, die natuurlijk ook geweldig heeft gedaan. Waarvoor ik hem ook wil bedanken. En ja, het was leuk om te doen. Woorden schieten een beetje tekort op dit moment misschien. Maar woorden schieten misschien een beetje tekort op dit moment. Want er komt al wel even heel veel over je heen, meteen met camera's erbij. Nou heb jij een ontzettend gaaf aanbod gekregen. Zeker. Wauw, leg nog even kort uit voor de camera's, want ja... Dat is wel even heel vet voor 2013 alweer. Het was super vet. Ik had het ook niet verwacht dat er ook zo'n grote prijs uit zou komen. Maar ik mag ook nog een videoclip opnemen. En in een studio nog een nummer opnemen. Ik heb een mooie prijs gekregen van de Hoftalenten. Nog een prijs van Mark die vorig jaar heeft gewonnen. Dus ja, te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen. Dus jij gaat 2012 eigenlijk fantastisch uit wat dat betreft. Dus nee, wij geven jou eigenlijk een ontzettend groot compliment. Dus ik zou zeggen, geniet er enorm lekker van vanavond, want ja, volgens mij wordt 2013 gewoon van jou. Dankjewel. Oké, okay. Geniet ervan.